Nou. Nou, ik... Zijn we. Ik heb gelijk een vraag voor je. Ja. Als wij nou een match zouden zijn. Ja. En wij zouden bijvoorbeeld aan kindjes beginnen. Mm-hmm. Ben jij dan een jongetje of een meisje? Zo. Ik heb vragen. Ja. Toch een jongetje, denk ik. Toch een jongetje. Ja. Ja? Dat is toch een beetje als vader zijn en dan later samen voetballen of dat soort dingetjes. Ja. Vanwaar de vraag? Ik ben kraamverzorgster. Ah, kijk. Dus ik werk heel veel met babytjes en dat vind ik natuurlijk fantastisch. Dus vandaar ook de beschuit met muisjes, want daar werk ik natuurlijk ook ontzettend veel mee. Geef je mij liever een kus of een knuffel? Leg uit. Nu? Dat staat er niet bij. Oké. Okay. Nou, nu wordt een knuffel en dan... Ja, beide prima. Ja, ik zou inderdaad nu ook inderdaad in eerste instantie voor de knuffel gaan. Maar dat is puur inderdaad omdat we elkaar net een uurtje, half uurtje kennen. Ja. Dus om dan gelijk voor die eerste te gaan is een beetje... Abrupt. Precies. Om het zo te zeggen. Nee, ja. Maar gewoon in het algemeen, beide prima. Ja, ik heb nog nooit een relatie gehad. Dus Okay. De kus is voor mij ook een hele grote stap. Maar zou het gebeuren, zou ik er geen problemen mee hebben. Vertel een feitje over jezelf dat mij gaat verbazen. Ik weet niet of het verbaast, maar ik zing heel graag. Je zingt? Ik kan niet fantastisch zingen. Maar ik zing de hele dag door. Oké, okay, ja. Mensen die mij voorbij komen in de auto, die moeten altijd raar opkijken. Of ben jij ook zo'n autozinger? Zeker, zeker. Auto, douche, dat soort dingen. Ja, nou, dat vind ik wel een fijne eigenschap trouwens in een partner. In de auto ook gewoon meezingen. En dan niet net zo hard dat je het eigenlijk net niet hoort onder de radio vandaan. Maar daarin ook gewoon vals, eventueel gewoon... Gewoon lekker jezelf, keihard mee gewoon, kan gewoon zingen. Lekker jezelf kunnen zijn bij elkaar. Ja. Ja. En daar hoort dat een heerlijk vals zingen ook gewoon lekker bij. Zeker. Als je jezelf niet kan zijn, dan moet je je zo gaan aanpassen. En dat kost ook heel veel energie. Ik heb het gevoel nog niet, gelukkig. Dat je moet aanpassen nu? Nee. Nee, precies. Nee, absoluut niet. Ja, dat is heel mooi. Ja. Zo, vraag voor tijdens het eten. Ah, en wat jij. Voor een? O jee. Ik vind jou sexy in de outfit die je nu draagt. Jeetje, wat een vraag. Ja. Ja. Ja? Ja. Dat is fijn om te horen. Om de outfit of... Nou, merendeels om de persoon die erin zit. Kijk. De kleding, nog beter. De kleding helpt. Ik wil ook antwoord. Bijna. Ai. Ik weet niet of ik het een... Het is niet per se een sexy outfit. Ja, wat valt er bij jou onder sexy? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet. Ik ben wel heel eerlijk. Mm-hmm. Dus ik zou nu niet per se ja zeggen. Maar... zo. Nou ga ik mijn woorden goed kiezen. En dat doe ik normaal niet. Ik vind je wel aantrekkelijk. Je hebt, en dat is je uitstraling. Mm-hmm. Dus of dat sexy is, weet ik ook niet. Nee. Maar ik wil het er ook niet te makkelijk van afmaken. Hier, we gaan ervoor. Je gaat ervoor. Ja. Ik heb altijd keuzestress. Thuis ook. Toen je gisteren binnenkwam, had je toen ooit verwacht dat je dit ging doen? Nee. Maar ik denk dat ik van mijn leven niet verwacht had dat ik dit ooit ging doen. Ik had ook nooit verwacht doordat ik überhaupt op een date zou gaan 3D knippen. Ik denk, oh, dit gaat hij zo oudbollig vinden. Dit is iets voor oude mensen. Dat beeld heb ik er wel bij, ja. Ja. Ik moet zeggen dat jij netter geknipt hebt. Ik vind onze creatie echt prachtig. Gewoon weer eens wat nieuws gedaan met mijn leven. Ja, nou. Toch maar weer een nieuwe ervaring. Toch weer een nieuwe ervaring. De liefde is vrij.